van Össer en welkom bij even een unboxing. Je hebt aan de titel gezien. Hier hebben we hem, de doos. Ik ga vandaag de Nintendo Switch unboxen. En ik hoor je al zeggen, ik weet het, ik heb er ook over nagedacht. Een jaar geleden, wat had je toen gekocht, Damien? Dat is de Nintendo Wii U. Ik heb hier onwijs veel plezier gehad. Fantastisch. Ik heb Bayonetta 2 opgespeeld. Beste game. Mijn favoriete game. Nu, Bayonetta 2. En Super Smash. Maar er komt van alles nieuw uit op de Switch. Er komt een nieuwe Bayonetta. Hè, Bayonetta 3. Hype. De nieuwe Smash komt uit op de Nintendo Switch. En de nieuwe Pokémon games komen uit op de Switch. Bijvoorbeeld dit jaar komt Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Eevee. Dit jaar komt Bayonetta. En het is een cross-platform, dus het is niet alleen Nintendo games die je erop kunt spelen, ook andere games. Maar goed, dit duurt veel te lang. Ik ga hem openmaken. Hoppa! Ik heb nu een upgrade gehad voor mijn zakmes, die is iets groter. Ik heb al wel zo'n professorisch mesje gehad. Maar goed, die heb ik niet meer. Mijn achtergrond setup. Ja, ik heb het een beetje professorisch aangepakt. Ik zit ook een beetje aan de linkerkant, want de linkerkant is niet zo boeiend. Ik probeer het er allemaal een beetje mooi uit te laten zien. Ik had eerst mijn camera daar gezet, waar mijn computer staat, maar dan zit je tegen het raam aan te kijken. En zie je niet veel. In de doos zit een doos. Zo. En een bobbelkom en een stukje karton. Ik heb gekozen voor de grijze Switch. En waarom voor de grijze en niet voor de blauwe? Roeien. Omdat ik er stickers op wil zetten. Stickers op wil zetten? Voordat je het gaat zeggen. Nee, niet stickers erop zetten. En dat gaat je Nintendo Switch beschadigen. Ik weet het. En misschien het zal het waarschijnlijk niet beschadigen. Ik heb besteld op AliExpress. Dat is een beetje. Maar goed, ik zal het even proberen te laten zien. Ik ga er een Bayonetta sticker op gooien. Bayonetta stickers, kijk, je ziet het gewoon goed. Prima. Dat ga ik erop zetten, vind ik leuk. Ik heb hier erg veel zin om uit te pakken. Dus we gaan het uitpakken. Heb ik het aan de goede kant opgemaakt? Ja. Mijn kant. Mij lijkt het systeem echt zo leuk. De Switch. En ik had eigenlijk de Wii U gekocht toen de Switch bijna uitkwam. Dus dat was niet heel handig. Ik heb een petje op. Hou ook een petje op. Dat ik geen zin had om haar te doen. Net een schooldag gehad. Dan heb ik geen zin om haar te doen s'avonds. Dan kan ik ze weer wassen. Oh, gewoon zo. Kijk, oei, jemig. Ik had bij de Wii U volgens mij verwacht dat het kleiner zou zijn. En bij deze had ik verwacht dat het groter zou zijn. Maar het ziet er fantastisch uit. Ik zal het proberen zo een beetje uit te pakken. Dit is het schermpje zelf, hè, de Switch. Die gaan we eerst eens even uitpakken. Beetje ASMR. Wauw, hé. De Nintendo Switch. Kijk, prachtig. Hé, daar zie je alles in voortekst. De Switch. Dan gaan we voorzichtig aan de zijkant. Niet op mijn mes. Dan hebben we natuurlijk de Joy-Cons. Wat mij heel erg enthousiast maakt. Die Joy-Cons. Die kleine dingetjes. Nummer 2. Die ga ik eens even uitpakken. Kijk eens. Deze hoor je in de linkerkant houden. Oh, het zit best lekker eigenlijk hoor. Kijk. Dit is hem. Het ziet er heel ongemakkelijk uit. Dacht ik ook. Maar het schijnt prettig te werken. Je hebt ook nog een Pro-controller. Je hebt ook nog een Pro-controller die je zou kunnen kopen voor 70 euro. Dat ben ik nog niet van plan om te doen. Dan heb je hier nog knopjes voor hè, als je hem niet geklikt hebt. Want wat bedoel ik met geklikt heb? Kijk maar, wat is de voorkant? Hier zit de camera erbovenin. Dus ik denk, hè, linkerkant, zo. Nee, wacht. Juist. Slaat je hem als het goed is gewoon heel makkelijk hier mooi in. Even daarop focussen. En gewoon een klik. Klik. Je maakt als het ware gewoon
Hup, klik. Dit. Wat is er nou groter? Nou, je ziet. Deze is dik en iets groter. Maar ik vind deze mooier uitzien. Het is dunner. En nou kijk, dit is het. Prachtig. Ik moet wel wennen aan dat. Kijk, bij de Wii U was het zo prettig. Hey, je had deze gewoon op dezelfde hoogte. De triggers. Of de triggers, de joysticks. En wie moet geven wennen dat deze hoog zit en deze laag. Maar misschien gebruik je deze rad niet. En, nou goed, dit moet ik ook even wennen. Dat je dan hier overheen moet. Dat is ook een beetje vreemd. Maar misschien kan je de pijltjes ervoor gebruiken. We gaan verder in de doos. Deze leggen we even rustig opzij. Dit staat er ook in. Volgens mij is dit een... juist, dit is een polsbandje. Dus even kijken hoor. Dan gaan we ook even kijken hoe we dit afhalen. Deze hier zijn twee knopjes. Die duw ik in. Ah, geweldig. En dan sluit ik deze erop. Juist. En dan heb je dus, net als bij de Wii, heb je een polsbandje. Kijk. En dan doe ik hem aan mijn verkeerde arm. Kijk. Oh, kapot. Zou het zijn, hè? Verder in de doos. Hey, niks. Nee hoor. Oh, een boek. Dagboek. Waarom kom je nou terug? De HDMI-kabel. Net als bij de Wii U. Je bent alles in een HDMI-kabel. Hey, de adapter. Ah, die zie ik al wel. Oh, hey. Hier is het volgende polsbandje. Je kan makkelijk die twee controllers kan je met elkaar delen. Dan heeft de ene de deze in zijn hand en de andere deze. Hey. En dan kan je een leuk spelletje mee doen. Maar hier in het midden hebben wij. Ja, want mensen zeiden dat dit niet prettig was. De ene zegt dat de Pro-controller beter is en de andere zegt dat deze beter is. Nou, ik zal het wel even zien. Kijk eens. Dus dit is een soort controllertje. Nou, je ziet het misschien al aan de zijkanten. Wat doe je met die controller? Dat laat ik je even zien. Die klik je er gewoon zo in. En dan heb je misschien wellicht een iets prettigere controller. Dat kan ik me wel voorstellen. Kijk. Dat vind ik er heel leuk uitzien, trouwens. Kijk, hop. Beetje mooi het licht. Mooi. Nintendo Switch. Zit op zich wel lekker in de hand. Ik vind dat we moeten even aan de onderkant wennen. Maar goed. Dan heb je allemaal dit. En het laatste in de doos. Is dit. Oh, het is allemaal kleiner dan ik had verwacht. Maar dat vind ik op zich wel leuk. Dus ja, weet je, het is een portable console. Dus dat is hartstikke fijn natuurlijk. Dat het allemaal klein is. Kijk. En dit is de... Nou goed. Je ziet het. Dit is... tenminste, je ziet het. Ik weet niet of je een beetje de Switch kent. Wat je hier dus moet doen. Ben je nu al kwijt? Oh nee. Als het goed is, zet je die er zo in. Ja. En dan kan je hem opladen. Want hier van achter zit als goed. Dan een oplaaddingetje. Want... Ja, hier. Nee, dat is USB. Of is het een USB oplader? Ik heb het niet eens gekeken. Nee. Nog even hoor, als ik dan... ik zit fout te kijken. Er moet ergens iets zijn. Oh, hier. Kijk, dit kan open. En dan... Ja, hier. Hier is de oplader. De AC... De AC-adapter, de USB en de HDMI. Kijk, dat doe je hier mooi allemaal in. Ik weet niet wat het is hierachter. Of niks. Zo laat je dat op. Leuk. Wat ik nu ga doen, is ik ga op dat tv'tje. Ga ik even alles instellen en dat laat ik jullie ook zien. Ik ben heel benieuwd. Oh, trouwens, als spel heb ik al besteld. Het komt woensdag binnen. Dat is The Legend of Zelda Breath of the Wild. Daar ben ik wel even benieuwd naar. Ik heb nooit echt Legend of Zelda gespeeld, maar het schijnt heel goed te zijn. Dus ik bekijk het. En nou, let's test de Nintendo Switch. Zo, ik zet jullie even hier. De Switch heb ik hier. Die is aangesloten met de kabeltjes. Moet ik zeggen dat ik een beetje weinig ruimte op mijn bureau heb, maar goed. Dit is even de kant, dit is troep. Kijk. Vervolgens ga ik de Nintendo Switch aanzetten. Kijk aan. Dus wat gebeurt er als ik hem aanzet? Nintendo Switch. Holla die jee. Hey, klik. Hoor eens. Want ik zeg, ik zie nog niks van mijn tv gebeuren, maar als je deze dus in dat ding klikt, de ring,
Dan gaat het dus over naar je tv. Dat heb ik helemaal vergeten. Maar goed, ik moet nu dit instellen. Dat kunnen we even doen. Dus we gaan nu eens even instellen. We zetten hem op zijn Nederlands. Europa. Nee, heel goed. Netwerken zoeken. Oké, hij is verbonden met het internet. Scherps. Nou, hij is verbonden met internet. De switch heeft een heel handig klikje. Clipje. Is heel handig, ik krijg hem niet. Zo, dan moet je wel even wat kracht voor zetten. Nou goed, er is die. En dan kan je hem gewoon neerzetten. En ik heb beeld. Nou, na een hoop gedoe heb ik eindelijk iets voor elkaar gekregen. Ik heb hem hier nagemaakt, want je kon het niet via foto doen, net als van de Wii U. Ik heb zo goed mogelijk na proberen te maken. Prima, denk ik. Ja. Ik heb een tijdje zitten klooien met de inlogtoestanden. Op zich werkt wel lekker hoor, die controllertjes. Uitdrukking veranderen goed. Oh jee! Wat is nou echt iets voor mij? Ik vind het wel mooi. Houding. Hey, goeiedag. Dit vind ik wel mooi. Moet je bewerken? Nee. Zo. Oké. Okay. Nou, kijk, ik ben mijn plaatje aan het maken. Donkerblauw vind ik wel leuk. Hier zit zeg maar het ding waar de switch zit. Dat doe ik zo. Klik ik die daar erin. En vervolgens pak ik hem hier uit. En dan kan je, hem hier open klikken. En dan ga je naar portable mode. Kijk, zo kan je spelen, maar dat kan je ook zo doen. Als je dan deze loshaalt, dan heb je daar je tv. Om het zo maar even te zeggen. Maar goed, ik vind het heel leuk. Ik ga er plezier van hebben, dat weet ik al. Zo, daar ben ik weer. Na een tijd. Ik ben zo blij met de Switch. Echt geweldig. Het is trouwens een paar dagen later. Ik heb al spelletjes gespeeld en ik ben zo blij met de Switch. Ik heb twee spelletjes erop nu. Eentje die geld kostte en de andere niet. Nou, goed. Natuurlijk, Pokémon Quest, ja. En The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nou, ik kan je vertellen, dat spel is geweldig. Ik heb ook al wat screenshots genomen, dat is wel heel mooi hoor. Kijk eens aan. Ik heb al een 40. Maar goed, ik ben zo blij met de Switch. Ik kan het aanraden aan iedereen. Even een slokje. En ja, fantastisch. Ik heb ook nog wat accessoires gekocht, want die komt dus binnen later. Breath of the Wild. En nog wat dingen, want ja, voor een Switch heb je natuurlijk ook... je neemt het mee op reis, dus wat neem je mee? Je Switch. Je neemt het dus mee op reis. Dus het kan zo vallen. Dus daar heb ik aan gedacht. Hup, kijk, daar gaat de tablet in en natuurlijk dan de bijbehorende klikjes. En die kan je dus erop eraf halen. Want je had ook van die hoesjes en dan zat dit er gewoon vast aan. Maar dat is niet handig, want je wil hem wel gewoon, hè, je Switch. Goed. Die heb ik. Natuurlijk, want je moet je Switch ook veilig kunnen opbergen. Een tasje. Een mooi tasje. Kijk. Dan kan hier de Switch tussen. Kijk, tussen de bandjes. En dan hebben we hier een flapje. Een flapje voor spelletjes. En natuurlijk om je joy of je opladers en al te doen. En nog andere dingetjes. Zoals hè, dit. Nou, ik denk het niet. Dat. Goed. Ja. Ik kan je vertellen, ik ben er hartstikke blij mee. Deze video is nu ook tot mij gekomen. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe het natuurlijk naar je wat je leuk vond. En abonneer natuurlijk even op Subway Samen met mij, mensen.
en live mensen als je nog niet geabonneerd was. En zie ik jullie dolgraag de volgende keer weer terug. Tot de volgende keer. Dag hoor.